We zitten hier in Sunparks in Mol met de kerstverse nieuwe finalisten van Mr. Gay Belgium 2017. En ik heb hier Gerrit bij mij zitten. Dag Gerrit. Je mocht jezelf kort eens voorstellen. Mijn naam is Gerrit Noerens. Ik ben 38 lentes jong, zal ik maar zeggen. Ik ben afkomstig van geboorte uit Zottegem en ik ben woonachtig in Welle. Dat is een deelgemeente van Denderleeuw, nabij Aalst. Waarom heb jij jezelf ingeschreven voor Mr. Gay Belgium? Omdat ik heel duidelijk wil opkomen en stigma's doorbreken, taboes doorbreken, stigma's doorbreken. En vooral de zelfacceptatie omtrent alles omtrent HIV. Zijn er bepaalde acties die je wilt ondernemen rond dat thema in de campagneperiode? Onlangs is er een soort zelftesting gekomen, een middeltje om zelf een test af te nemen bij de apothekers. En als ik iets zou kunnen doordrukken, sowieso sensibilisering is enorm aan de orde, omdat er veel te losbandig omgesprongen wordt met SOAS. En sensibilisering rond SOAS en ook een zelftester naar andere SOAS, dus een uitbreiding bij de apothekers en waar er gelegenheden zijn voor een homopubliek, waar dat die kunnen verdeeld worden, zeker en vast die verdelen om een zelftest te kunnen doen en preventiever te werk te gaan en zo al kunnen te gaan testen en rapper naar de dokter te kunnen gaan. Ja. Wat is jouw advies voor jonge holibies die net in het bijvoorbeeld uitgaansleven terechtkomen? Maak plezier met je verstand. Dat is mooi. Goed. Ik zie trouwens een trouwring. Ben je getrouwd? Ja, klopt. Al aangezien dat ik iets ouder ben dan de medekandidaten, zal ik andere ervaringen opgebouwd hebben, veronderstel ik. We zijn 12 jaar samen intussen en we zijn een goede 10 jaar getrouwd. Oké. En inderdaad, je bent de oudste kandidaat van de lichting van 2017. Hoe voel je je daarbij? Jong. Ja, die mannen zitten vol energie. Ik heb, misschien spreekt dit in mijn voordeel. Ik heb 2,5 jaar geleden hebben ze geconstateerd dat ik een ADHD'er ben. Normaal gezien weet je dat veel vroeger. Maar dan zit je ook vol energie en dan bruis je en dan wil je van alles ondernemen. Vandaar waarschijnlijk die keuze om toch mij in te schrijven op mijn leeftijd dan. In vergelijking met de andere jongere leeftijden van de kandidaten. Maar heel leuk, heel leuk. Die mannen, ik heb wel aan 2 medekandidaten intussen gevraagd van, beziet je mij zo niet als de spelbreker van, wij zijn hier allemaal rond dezelfde leeftijd en zo. En ik heb hele leuke reacties gekregen, dat doet wel plezier. Eén iemand die zei van, nee, we hebben dat juist nodig. En het gaat over diversiteit ook en noem maar op. Dus het is heel leuk en ik ben er min of meer al van overtuigd dat ze mij nog jonger gaan doen voelen. Keigoed. Totaal iets anders. Waar zie jij jezelf binnen 2 jaar? Ik vind het heel leuk dat ik die kans krijg om als kandidaat in 2017 te kunnen meedoen. En ik wil me er ook enorm op focussen. Sinds een goed jaar ben ik bezig met lifestyle, alles wat lifestyle inhoudt. En ik zie wel welke richting ik uitga. Ik heb heel lang voor dezelfde firma al gewerkt. En ik had zo het gevoel dat ik in een straatje zonder, in een doodlopend straatje eigenlijk eerder terecht kwam. Krijg ik daar toch nog verdere kansen, dan zie ik het wel. Maar gaat dat eerder naar lifestyle naartoe? Ik voel me daar heel goed in. En wie weet dat ik met dit thema, door die taboes te verbreken, dat ik er verder kan mee geraken. Om daar werkelijk iets mee te gaan doen in de positieve zin naar mensen die zich slecht voelen daaromtrent. Oké, goed. Als je zou moeten kiezen, Obama of Trump, wie zou je dan kiezen? Voor mijn part mag het zeker en vast Obama zijn, maar ik ben wel iemand die anderen kansen wil geven. En ik had zoiets bij de verkiezing van, ja, laat ons stoppen met veroordelen, want dat is niet leuk, dat is voor niemand leuk. Maar met een bang hartje is het Trump geworden, maar geef mij maar Obama. Oké. En om af te ronden, wat is jouw levensmotto? Ik heb er een aantal, maar het allerbelangrijkste voor mij is zeker en vast communicatie is de basis van elke relatie. Mooi. Dankjewel, Gerrit.